Goedemiddag. Joker 2 is echt verschrikkelijk ontvangen door het internet online. Deze film haalde een 5,3 op IMDb en maar 32% op Rotten Tomatoes. De film bracht $170 miljoen op wereldwijd, maar dat is niks vergeleken met de meer dan 1 miljard die het eerste deel van deze serie opbracht. Dat zorgt ervoor dat ik in deze review nog maar één vraag hoef te beantwoorden. Was Joker 2 echt zo slecht? When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Dit tweede deel in de Joker franchise werd geregisseerd door Todd Phillips. En die ken ik ervan dat hij ook het eerste deel in de franchise heeft geregisseerd. En deze film met een speelduur van 2 uur en 19 minuten speelt zich 2 jaar af na de vorige film. 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. En het begin van de film bouwt zich op naar The Trial of the Century. The Trial of the Century. Harvey Dent wordt gespeeld door Harry Lotti, die we ook kunnen kennen van The Letter for the King. In deze film is hij de prosecutor en probeert hij Arthur Fleck, de Joker, de doodstraf in de schoenen te schrijven. Want dat kan in Amerika. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. Lady Gaga speelt Lee Quinzel, eigenlijk het karakter van Harley Quinn als je kijkt naar de comics. En die heeft ontzettend veel bewondering voor het karakter van Joker. When I first saw Joker, for once in my life, I didn't feel so alone anymore. En terwijl de rechtszaak zich opbouwt, wordt het eigenlijk veel meer een mediacircus dan echt een judiciële procedure. Look around, look at all these people! Arthur Fleck, a.k.a. de Joker, wordt gespeeld door Joaquin Phoenix, die we kunnen kennen van films zoals Joker, maar ook Napoleon en Gladiator. Helemaal aan het eind van de film dan representeert hij zichzelf in de rechtszaak. I will no longer allow any of you to keep me down. Ik vond het zelf een prachtige film. Het is echt totaal anders dan het eerste deel. En veel mensen zijn daar kritisch op, bijvoorbeeld door de musical nummers. The second movie is a musical. It's a musical? Yes sir, it's a full-on musical. Maar ik denk zelf juist dat als ze iets hadden gemaakt volledig zoals het eerste deel, dat iedereen had gezegd, maar nu kopiëren ze dingen van het eerste deel. En dat was echt niet zo. De grootste kritiek op de film zelf is dat er dus veel in gezongen wordt. Then it's time for this to completely transform into a courtroom drama. Oh. Slash musical. Right. Dat het echt een musical film is, al wil Todd Phillips het zelf niet zo noemen. En er wordt veel kritiek geleverd op het inhoudloze karakter van Lee Quinzel. En er wordt veel kritiek geleverd op hoe Arthur Fleck eigenlijk in de hele film niet echt de Joker is. Hey, can we maybe get some Joker stuff in this Joker movie? Of course. Amazing. Only in imaginary musical numbers, though. Zelf ben ik ontzettend blij dat ik de film heb gezien in de bioscoop en ik zou er zo een tweede keer heen gaan. De film komt met een 7 op plek 34 van de 153 films die ik afgelopen 2 jaar heb gezien. Daarmee komt de film tussen films in te staan zoals In the Land of Saints and Sinners en The Prestige. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 laatste films die ik zelf in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. In dit geval is dat Horizon and American Saga Chapter 1 uit de 36e aflevering. En dan komt Joker Folie à deux in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 1,1 Bellinga pretpark op Stelten. 24 uur trainen tegen 24 uur show maken. Op 9 staat de film van vorige week, The Killer. Give up the girl or he'll send every killer in the city after you. Op 8 staat Inside Out 2. I'm the worst! Op 7 staat ook de film van vorige week, Trap. The feds or whatever heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. Op 6 staat Twisters. You thought you could destroy a tornado. We never had a chance. Op 5 staat The Bike Riders. I'm John. We're the Vandals. Op 4 staat Fly Me to the Moon. Every day something is breaking. And we're dead. Again. Op 3 staat met een 7 de film van deze week, Joker Folie à deux. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. Op 2 staat Deadpool and Wolverine. You were an X-Man. You were the X-Man. En op 1 staat nog steeds met een 9, It Ends With Us.
If one day you had a daughter, what would you say to her? She came to you and said the person she loved was hurting her. En aangezien ik de afgelopen tijd ook zelf thuis films heb gekeken, zou ik ook graag daar nog een top 10 aan willen wijden. En die komt nu. Op 10 staat Tag. Please tell me what's going on here. Our group of friends has been playing the same game of tag for 30 years. Op 9 staat Beneath the Planet of the Apes. Someone or something has outwitted the intelligence of the gorilla. Op 8 staat met een 5,6 Notting Hill. Een verhaal over een hele bekende actrice die een relatie krijgt met eigenlijk een soort van nobody. En dan hoe dat langzaam zo gaat lopen. I think the man who wrote it has actually been to Turkey, which helps. There's also a very amusing incident with a kebab. Op 7 staat Jumanji, Welcome to the Jungle. A way to leave their world behind. Jumanji. Op 6 staat Venom, Let There Be Carnage. Lady, we should be out there snacking on bad guys. Op 5 staat met een 6,6 Christopher Nolan's Following. Dat is Christopher Nolan's allereerste echte film. En hij is echt al best wel oud, maar het is echt een supergoede film. I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did. Op 4 staat Planet of the Apes uit 1968. All my life I've awaited your coming and dreaded it. Like death itself. Op 3 staat Taken 3. I was always ready to face the consequences. To protect my family. Op 2 staat met een 6,9 de film The Age of Adeline. Wat gaat over een meid die eigenlijk niet meer ouder kan worden. En daardoor de hele tijd mensen tegenkomt die ze misschien al 50 jaar geleden heeft leren kennen. Dad, this is Adeline. En op 1 staat nog steeds Arrival. Priority 1. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie volgende week weer. We gaan het dan hebben over de film The Wild Robot, een van DreamWorks' beste werken. En ik heb er heel veel zin in om die met jullie te bespreken. Dus tot ziens, tot later.